Mensen voelen zich vandaag eenzamer dan ooit. Ze zitten met zichzelf in de knoop en vinden vaak geen uitweg. Nu is er een gedichtenbundel uitgebracht waaruit mensen een positieve kijk uit het leven kunnen brengen. Bij mij hier zit de schrijfster Cilia van Etten. Goeiedag. Wat is de titel van je laatst uitgebrachte gedichtenbundel? De titel van mijn laatste uitgebrachte bundel is De mooiste reis is de reis naar jezelf. Wat geeft je de inspiratie om gedichten te schrijven? Ik haal inspiratie uit mijn omgeving. Ik werk zelf in de ouderenzorg. Daar krijg ik te maken ook met eenzaamheid, verdriet. En die mensen hebben al veel levenservaring. Dat raakt mij. En ik schrijf dat op papier en zo breng ik dat naar buiten. Wat is de doelstelling van de gedichtenbundel? De doelstelling daarvan is ook dat mensen steun en kracht eruit kunnen putten. En ook weten dat ze niet alleen zijn, het kunnen delen. Kun je ons nog iets vertellen over de cover van je boek? Ik heb gekozen voor eigen werk, dus vanuit mijn eigen fotografie. Daarbij voor een bloem. Een bloem ontplooit zich open. Dat houdt in, ja, je mag er ook zijn als mens. De kleur paars omdat het vrolijkheid uitstraalt. De druppels die op de bloem zijn, dat is ook dat ook verdriet bij het leven hoort. Oké, bedankt Sylvia voor dit interview.